We leven in onzekere tijden, dames en heren. Iedereen weet het, hoef ik niet meer uit te leggen. En Daan is een ZZP'er, dames en heren. Het is een ZZP'er. En een ZZP'er, die heeft altijd een risico. Die heeft altijd een risico boven iemand, zoals ik, met een vast salaris. Dus het gaat allemaal goed bij Blammo. We hebben Daan kunnen aannemen voor een aantal dagen per week. Dus het is all cool. Maar alles kan natuurlijk veranderen. En daarom dacht ik, het is goed om Daan ook mogelijkheid te geven om zich zijn horizon te verbreiden van stel nou dat dit niet meer kan, kan ik dan ook een andere baan nemen? Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. En laten nou opeens mijn oog vallen op de game The Bus, waarin je een buschauffeur bent in Berlijn, maar het is mega realistisch. En toen dacht ik van ja, kijk, Daan gaat elke dag met de bus. Dat is wel zo. Ik zie hem gewoon wel als buschauffeur zitten, gewoon relaxed met dat ene oortje in zijn oor met muziekje op. Weet je wel, en dan gewoon lekker Muiden, Amsterdam, Amsterdam, Muiden. Jesus. En dan komt hij lekker om 5 uur thuis bij het vrouwtje. En dan, ik heb weer lekker gereden, weet je, dat soort dingen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik moet hem nu aanklikken. Ja, Daan weet echt van niks. Die gaat het nu voor het eerst proberen. We hebben dit gisteren geprobeerd. Het is echt een sim, sim, sim. Oh my god. Dus je moet ook daadwerkelijk de deur openen. Maar ik vond het er namelijk best wel mooi uitzien, ja. Ook. Het is een Duitse game volgens mij. Dat weet ik niet zeker. Het heeft best wel een grote following. Het is een beetje vergelijkbaar met Microsoft Flight Sim, waarin de werelden, dus de aardbol bij Microsoft Flight Sim, maar hier bijvoorbeeld de stad Berlijn, gewoon volledig natuurgetrouw in deze game wordt verwerkt. En het enige wat je doet is gewoon, als jij busje 51 neemt, dan doe je het ritje van busje 51. Ja, ik ben heel veel iets aan het aanpassen. Dus. Nee, tuurlijk. En nogmaals, ik wilde er gewoon dat Daan de Blanco inviel. Dus waarschijnlijk gaan we ook wel even klootviolen met de controls. Want als je een stuur neemt of je neemt de controller om te sturen, de mogelijkheden kunnen niet allemaal aan bepaalde toetsen nog worden. Het is een beta op dit moment. Dat betekent dat je ook dingen op je toetsenbord moet doen. En hieraan kunnen we helaas geen stuur en pedaal. Wow, oké. Okay. Ja. Control zou ik zeker even naar kijken. Wacht, gaat iets niet helemaal goed in. Nee? Waarom gaat het niet goed? Want hij pakte dus het fullscreen, maar niet, zeg maar, ik moet hier klikken, hier moet ik nu wijzen, maar dan klik ik dus hier. Dus ik moet even kijken hoe ik... Het is een beta, dames en heren. Dus early access, sorry. Want waar wil je naartoe? Okay, ik wil deze even slepen. Of ik wil fullscreen borderless. Maar dat lukt me niet. Het kan zijn natuurlijk gewoon dat het nog niet verwerkt is. Oh wacht, ik kan autodetect doen. Ik denk dat het beter is. Autodetect, kom op man. Oké, maar wacht even. Ik moet hier staan voor autodetect. Begint goed deze Let's Play, dames en heren. Dit is gewoon nou een original Let's Play raw, uncut. Geen gezeik met editen, waardoor een game er dan opeens weer heel goed uitziet. Als het gewoon niet werkt, dan werkt het gewoon niet. Dat is de Let's Play zoals je hem bij GameKing kijkt. Jesus Christ. Oké, het wordt meer na verloop van tijd. Ik vraag me namelijk even af of de beste mensen van de redactie die dit gisteren hebben uitgeprobeerd, dit probleem ook hadden. Nee, want die hadden hem op fullscreen borden staan. Ik dacht, ik zet hem op fullscreen. En dat had je niet moeten doen? Nee, schijnbaar niet, nee. Nee. Kun je hem dan niet beter gewoon helemaal restarten? Ja. En dan moet ik wel naar back kunnen. Mijn hemel. Ja! Zullen we even opnieuw doen? Ja. Kijk eens, het is afgespeeld. Jongens, dit was een fantastische game. We gaan het even opnieuw opstellen. We gaan het gewoon... Wacht. Kijk, nu zie ik... Kijk, zie... Oh, oké. Nu werkt het. Fullscreen borderless, accept. Bam, oké. Kijk, ik zou even naar de controls gaan, want dat is het allerbelangrijkste. Ga nou niet te veel... Jij bent controls. Jij bent echt zo'n PC-gamer. Forward, strafe. Is er een strafe-optie bij een bus? Oké. Left... Het gaat natuurlijk even om dat je moet kunnen sturen. Gamepad. Oké. Forward, backward. Turn X, turn Y. Oké, dat is mouse, X, mouse. Ik vind vooral het remmen vrij belangrijk. Het remmen. Oké. Oh, jump. We kunnen ook jump. Ja, dit is raar. Dit is weird. Walk. Interact is dat. Oké. Enter, leave is vierkantje. Driehoekjes, jump. De walk toggle.
Oh, wacht even. Kijk eens even. Dit is General. Dit is General. Ga maar eens naar de Scania Citywide. Je gaat natuurlijk in de Scania Citywide bus kijken. Kijk. Yes. Gamepad right. Ja. Steering, dat lijkt me... Oh ja, dat stuurt lekker zwaar hoor. Dat is wel de bedoeling. Het is natuurlijk een bus, hè? Ja. Toggle mouse control, interactive vehicle. Ook belangrijk dat je natuurlijk links en rechts kunt kijken uit die bus. Je hebt een dodemanspiegeltje, dat ook. Het is namelijk echt, ik heb al een stukje gekeken. Het is echt gewoon de bus zoals je hem kent. Tenminste, ja, in Duitsland dan. Fuck die shit, we gaan freeplay. Ja, we gaan gewoon gaan. Hoppakee. Up Scania Citywide. Vehicle mode, weather dynamic. Dynamisch weer. Ja, doe maar even sunny. Ja, want ga niet s'nachts, want het is nog moeilijk. Want ik ken Berlijn. Ja, ik ben er wel best wel 3 of 4 keer geweest. Maar ben jij wel eens in Berlijn geweest? Ja. Ja, ken je een beetje de weg als buschauffeur? Nee, natuurlijk niet. Dat vraag ik me altijd af. Ik dacht namelijk altijd dat buschauffeurs 1 route rijden. Gewoon constant. Maar op een dag kunnen ze soms wel 5, 6 routes rijden. Ja, dit is een beetje een probleem. Je begint namelijk 's ochtends vroeg. Oké, okay, kijk. Het is fucking donker. Ja, Hallo mensen. Ja, je bent de buschauffeur. Zo kom je aan. Met je tassie. Weet je wel, waar je stempeltje in zit en dat soort dingen. Dan ga je naar binnen. Kijk. Oh, ja, 's ochtends vroeg. Even kijken. Dit is toch Muiden? Dit is toch gewoon zoals jij 's ochtends vroeg naar je werk gaat? Kijk eens eventjes. Hoppakee. Je zit erachter. Nou, dan laat ze maar binnenkomen. Hey, jongens. Was leuk. Ja. Oh, wacht. Nee, dit is uitstappen. Volgens mij hebben ze chipknippers. Activate Destination Display met Z. Alexanderplatz. Maar ik dacht dus serieus... Ik praat er een klein beetje doorheen. Dat buschauffeurs altijd dezelfde route rijden. Maar ze rijden gewoon heel veel verschillende routes. En hoe weet je dat op een gegeven moment? Hoe weet je waar de volgende bushalte is? Ik vind dat zo knap. Ik zou totaal in paniek raken. Ik heb het een paar keer meegemaakt dat een buschauffeur niet meer wist wat nu de route was. Turn on headlight with Maar Daan heeft... Kijk eens even, bam. Turn on air conditioning with G. Close front door with right... Hey. Hey. Niet schreeuwen. Wat wil ze? Dit is je route. Hup, dicht die deur. Oh, kijk eens even. Ja, geld verdienen dan. Hey. Yep. Boop. Start engine hold E. Maar deze mevrouw, die wil... Ja, die wil een kaartje kopen. Wacht even, mevrouw. Sorry. Jezus Christus. Dit is echt een simulatie, dus het is niet alleen maar rijden. Het is niet Crazy Taxi. Het is gewoon, je moet ook even return. Volgens mij moet je dit gewoon ja kunnen. Ja, die mevrouw heeft wel geduld. Over het algemeen in Nederland was deze mevrouw nu aan het gaan zeiken. Van, schiet eens op. Ik sta hier een beetje niks te doen. Press and hold, foot brake. Shift gear up. Left shift, page up or game pass, D-pad up. Loose and parking brake. Ja, je zal iets met je toetsenbord moeten doen om die mevrouw weer kwijt te raken. Ja, het is ongelooflijk. Maar... Mevrouw. Mevrouw. Dat is het ook niet. Mevrouw. Ik denk dat je even, misschien moet je even naar het startmenu om controle hoe ik een kaartje kan doen. Hoe kan ik kaartjes doen? Kaartjes. Scania Citywide. Nee, dit is general, hè, want ik moet natuurlijk gewoon even kijken. Fotozoom. Nee, daar staat nee. Het niet bij hoor. Interact, left mouse button. Zou dat het zijn? Gamepad face button bottom. Interact. Jump? Waarom zou je moeten jumpen? Ja, dat weet ik niet. Als er hooligans mee gaan in de bus, dat je... Okay. Dat zongen we vroeger altijd. Het is een kantelbus en dan ga je van links naar rechts, jongen. Dat ding dat kan heen en weer zo'n bus. Maar goed, en dan weten we nog steeds niet. Indicator up, right shoulder, left shoulder, ook altijd belangrijk. Show mouse cursor, I. Cruise control. Toggle passenger monitor. Nou, dat zijn de monitor, die staat boven. Ja. Yeah. Retarder. Airconditioning. Bizar. Hoe kun je een kaart kneel up, kneel down? Wipe faster, wipes. Switch, camera third, camera lockpit. Camera cockpit. Jesus. Nou ja. Okay. Willen we een kaartje verkopen? Oké. Ik zou gewoon wegrijden. Okay. Fuck die chick. Oké. Mevrouw. Ja, ga zitten. Mevrouw. Ja, weet je, flikker op, we gaan gewoon rijden. Into neutral position. Hoe doe ik dat? Oh, dat is linksaf.
Dat is rechtsaf. Kijk, oh! Oh nee. Dat is de zus. Ik stap nu uit. Ik sta bovenop die mevrouw. Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. Oké, dat is dat scherm aan. Wat deed ik daar nou weer aan? Set the gear in neutral position. Hoe de fuck? Je hebt nu wel de route, dat is handig. Je hebt de routeplanner aan, dus dat scheelt. Kan je niet gewoon gas geven? Set the gear in neutral position. Kijk, mochten er stagiaires zijn die weten wat hij moet doen, dan horen we dat natuurlijk altijd graag. Oké. Want zij hebben al een daadwerkelijk stukje gereden. Het is namelijk gewoon niet zo ingewikkeld of niet zo makkelijk. Want ze zijn er gisteren ook bijna anderhalf uur mee bezig. Kijk, Roos gaat even kijken. Roos, onze vrouwelijke buschauffeur. Set the gear into neutral position. We willen gas geven. The gear. We gaan de gear. Dit was echt riot geweest nu al op de busstation. Staat de motor al aan dan? Ja, wacht even. Wacht. Start, stop, engine. The gamepad, face button, bottom. Game. Bottom. Ja, die deed ik net al. Oké. Okay. Even kijken. Horn. Gear up. Left shift. Gamepad, D-pad up. Oké. Okay. Misschien is dat het wel. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. We gaan het gewoon blijven proberen. We gaan een stukje rijden hoor. Let me op. Oh. Okay, dit is aan. Ja. Maar toen net hoorde ik wel dat je de motor aandeed. Toen deed hij brrr, en toen sloeg hij weer af. Ik hoor nog geen motor. Pijltje naar beneden. Start engine. Ja, wacht. Ja? Oh, hij gaat niet aan. Gamepad, face button, bottom. Dat is deze. Footpad, left trigger axis. Oké. Ik had zo hard die controle door het scherm gegooid. Maar Daan is geduld. Ik voel wel dat er een busje voor in hem zit. Oké. Okay. Wacht. Close rear door stond er ook nog. Gamepad, face button, top. Kijk, nu gaat die deur dicht. Sorry mevrouw. Ja, die blijft heel geduldig daar staan. Die heeft zoiets van, prima, maar die gast krijgt trouwens de bus niet aan. Ik blijf gewoon wel even wachten. Ik ben bang dat aan het einde van de rit er nog staat. Tenminste, als Daan wegkomt. Dat is natuurlijk nu de vraag van deze Let's Play. Komt Daan daadwerkelijk van zijn standplaats? Of hebben we hier te maken met... We gaan! Ja, hij heeft hem te pakken hoor. Hij heeft hem te pakken. Daar gaat hij hoor. Kijk eens even op. En draaien met die stuur. Ja, lekker hoor. Achter de auto aan. Kijk, we zitten op de busbaan natuurlijk. Echt, ik zie Daan gewoon zo ontzettend buschauffeur zijn. Weet je wat het is? Ik moet een stuurtje hebben met wat knopjes. Dan kun je dit denk ik heel grappig spelen. Ja, nee, dat zeker. Oké, dat is remmen een beetje heel erg hard. Ik was namelijk op een gegeven moment onder de indruk. Ik heb een video gezien van het verkeer. Ik zie hier wel behoorlijk wat pop-up en dat soort dingen allemaal. Hij is zeker nog niet helemaal perfect. Die mevrouw staat er nog steeds. Sorry, mevrouw. Wilt u niet bij de busje gaan staan? We gaan even rechts in. Oh, kut, nee! Nee, je moet rechtdoor, hè? Oh, ja, je moet rechtdoor. Okay. Ja, dan straks krijgen we de volgende. We gaan inhalen. Nee, halte! Halte! Halte? Ja, daar is een halte. Ja, maar dit is toch niet mijn halte? Nee, ja, weet ik veel of dat jouw halte is. Dat weet ik toch niet? Oh. Nou, er staat sowieso niemand in de halte en niemand heeft nog op de knop gedrukt. Ik hoor niet zo, ping! Er moet een schermpje bovenin zitten dat je achterin kan kijken. Oh, als je een beetje naar boven gaat. Boven, hierboven, daar is een scherm. Ja. Kijk, dat is hier van, ja, is gezellig druk in de bus. Gezellig druk. Ik zie maar één vrouw staan. Dat is de enige die om 4 uur s'nachts meteen de bus pakt. Het is een Duitser, hè? Die heeft natuurlijk een feestje gepakt. Ja. Bier op straat gedronken. En ze blijft ook zo ontzettend vriendelijk naar je kijken. Verlangend. Jezus. Zal ik hem inhalen? Even. Ja. Oh. Sorry. Vol erop. Sorry. Het is geen niet verfiet, hè? Je krijgt geen strafpunten. Het is gewoon, ja, je moet even wachten tot je het rood uit. Maar ik was onder de indruk van het verkeer. Het is nu 4 uur 's ochtends, dus het is gewoon niet zo druk. Maar overdag is het... Ik vind het fijn dat het een automaatje is, hoor. Er zit zo... Go! Het kan... Ja, kijk wel even naar links, hè. Dat je niet... Oh, jezus. Ja, hoor. Oh, het gaat van beide kanten ook. Daar gaat hij, dames en heren. Even kijken, hoor. Kijk uit. Het zijn overigens ook... bestaande merken auto's, kwam ik ook achter. De Scania is een legende. Nee, maar ook de auto's op straat.
Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is wel vet. Het is niet soort van random shit. Het is echt wel... Ik ga niet aan de rechterkant van de weg staan. Hoe hard mag je hier eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nooit in Berlijn. Ja, misschien, ik weet niet of je het vanzelf merkt. Gewoon, alles is autobahn in Duitsland. Nee, het staat 50 kilometer. Oh, okay. Ja, sorry, ik ging 66. Oké, nee, dat kan niet. Ik weet niet of een bus... Oh. Oké, chill. Je kan... Oké, als je gas geeft... Nee, is dat zo? Je kan cruise control. Als ik nu stop met gas geven, loopt hij terug? Ja, dat is wel heel jammer. Kijk eens even die stad, jongens. Dit is Berlijn fotografisch vanuit Google Maps gewoon erin gezet. Het vraag is natuurlijk van... Het is hartstikke leuk dat Berlijn erin zit. Maar ja, als je nou gewoon niet in Berlijn woont, wat heb je er dan aan? Nope. Kijk, dit is perfect voor Berlijnse aspirant buschauffeurs. Die kunnen dit gewoon gebruiken. Alleen, ik moet wel zeggen van, ik zou het wel leuk vinden als er een keer een halte aankomt. Oh. Oeh, jezus. Weet je wat ik ook mooi vind? Het kraakt. Dat zitje, dat kraakt ook gewoon. Het is allemaal... Het is wel heel donker naast mij. Ja. Yes, dames en heren. Oh. Was weer een halte. Maar, ja. Ik weet, ja, er zijn gewoon niet zoveel mensen om op te pikken. Het is nog 's ochtends vroeg, hè? Het is 's ochtends vroeg, ja. Maar ja, ik ga wel eens naar Schiphol met een van de eerste bussen dan. En dan staan er toch echt wel die vroege vogels. Air Berlin, dat is de vliegtuigmaatschappij. Volgens mij sta ik tegen een auto aan het. Hey, halte, halte. Ho, 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 halte. Ja. Daar zijn mensen, dames en heren. Daar zijn mensen. Even de richting aanwijzen. Jezus! Oké, maar hoe werkt dit? Ja, okay. Dit gaat automatisch. Dan moet je de deur open doen. Dan zet je hem neer. En nu moet je de deur open doen. Ja. Ja, hoe ging de deur ook weer open? Ja, nu hebben we een probleem. Oké, okay. Nu komen we op het echte game aspect. Dat, ja, precies. Want als die vrouw daar blijft staan en je kan geen kaartje verkopen, kan er niemand in. Oké, dus okay, wacht. Okay. Dan krijgen we riot. Oké, Scania Citywide. Oké, cruise control is ook wel handig om te weten. T, oké. Okay. Ja. Je hebt een toeter, vind ik ook altijd wel fijn. De H. Toggle passenger monitor, nee, up and down, dat is prima. Maar je wilt toch eigenlijk nu alleen maar de deur? Driver window, nee, dat is window. Oh, dat is lekker, dus je kan even met je handje naar buiten. Toggle dit, toggle dat. Hey, maar waar was nou de open doors en zo? Steering, brake, double tap for emergency. Weet iemand hoe de deur open moet? Ja, dat komt goed, vinden we wel. Oh, open close. Hier staat gewoon. F9, F10. Oké, gamepad, right thumbstick button. Ja. Dat is dus rondje. En de middle door moet je misschien ook nog... De middle door is de vierkantje en de rear door is de driehoekje. Heb je een harmonica bus? Nee, Duitse bussen hebben dus blijkbaar drie deuren. Ja. Of je hebt een harmonicaatje. Harmonicaatje? Ja, met zo'n Oké, okay, maar voor de duidelijkheid, we gaan hem opengooien. Ja, ik zou hem wel opengooien. We moeten geld verdienen. Kijk eens even, het is goed druk. Nee, niet op die manier. Nee. Open. Oh, dat is aan de achterste deur. Ja, die gaan open. Nou, daar gaat niemand uit. In Amsterdam waren nu mensen achterin naar binnen gesneakt. Stop hier. Ik stop toch hier? Verdomme. Kijk, ze blijven wel wachten. Ik sta toch in het vakkie? Nou, misschien moet je nog iets meer naar voren. Ja, hoe moet ik dat ding nou weer aanzetten? Heb je de bus helemaal uitgezet? Je moet hem wel laten draaien natuurlijk. Kijk, hij draait. Ja? Alleen. Deuren dicht. Juist. Ja. Klein tukkie naar voren. Het is net als bij de Formule 1. Je moet wel locked in zijn. Ga dan. Ik wil gewoon duwen, man. Gas geven! Zet de gear into... Oké, okay, kijk, nu zegt hij weer... Oké, okay, start engine... Stop hier. Gaat hij omhoog? Ik hoor de hydraulica. Ja, het zet al stop hier. Ik ben wel bang dat je nu al gefaald zou zijn voor je toelatingsexamen als buschauffeur, maar dat maakt niet uit. Ja, inderdaad. Maar dat boeit me geen rol. Maar F10? F9 of F10. Dat was dupt. Waarom gaan die deuren niet open? Ja, daar gaan ze. Oh, daar komen ze. Hoppakee. Oh, ik kan kaartjes kopen, gek. Nee, die hebben allemaal een kaartje. Ja, die mevrouw die wil ook een kaartje. Oké. Oh, misschien. Wacht even. Ho. 3. Je moet misschien op 3. Ga eens naar beneden. Daar, je moet op 3 drukken misschien. God. Wacht. Helemaal linksboven. Wacht, er is een zoom optie.
Open world map, voice. Oh, je kan voice aanzetten. Ja. Je hallo, kan... mevrouw. Nou, bedoel ik. Dames en heren, de volgende halte is Tempelhof. Waar is die zoom? Kijk, zoom. Mouse wheel up. Ja. Oh, dat deed ik net. Notabene. Oh, nee. Niet. Ik denk, het is linksboven. Dat is drie. Oh, kijk, die vrouw die staat al helemaal klaar met haar portemonneetje. Nee, hey, doe je allemaal. Oh. Ja, maar ik wil zoomen, godverdomme. Mevrouw, het is wel jammer, maar ik kan u niet bedienen. Jawel, je kan je niet... Ik kan niet klikken! Je kan niet klikken! Jezus! En dan ga maar weer rijden. Doe die deur dicht. Jongen. Daar gaan we. Achterdeuren ook dicht. Hoppakee, daar gaan we. We gaan in drive. Misschien zit hij er nog niet in. Is hij nog niet gepatcht? Moet de kaartverkoop patch. Ik verdenk de stagiaires er ook van dat ze gewoon geen kaartjes gisteren verkocht hebben. Even kijken. Oh, jezus. Nou wordt het ingewikkeld. Wat willen ze nou? Ja, ik heb geen idee. Nee. Hele... dit is... Ja, voorrang moet je claimen. We gaan goed. We gaan goed. Ja, we gaan lekker. Ik moet zeggen, we hebben nu een lekkere volle bus. Er wordt goed geld verdiend. Behalve is dat dan, zo? Ja, er zaten toch zeker 5-6 mensen in. Ja, die twee mensen die blijven staan. Die willen maar gewoon... Ik was al lang doorgelopen. Deze buschauffeur wil gewoon geen kaartje verkopen. Dan loop je toch gewoon door. Dus het is wel krap. We gingen te hard. Ja. Nog steeds die 50 kilometer. Oh, wacht. Je kon cruise control met T. Ja. Wacht even. Nee, 50 T. Ja. Ah. Hands off. Dit is lekker hoor. Dit is fijn. Ja. Dit is heel clean rijden op dit moment. Ik ben bang dat we straks een probleem hebben bij de volgende halte. Wat dan? Die twee mensen die blokkeren de boel. Ja, weet ik veel. Moet ze maar geen kaartje... Tegenwoordig moet je gewoon een OV-kaart hebben, joh. Ja. Chippy. Gewoon een chippy. Kan misschien de redactie uitzoeken hoe je een kaartje moet kopen? Even googlen. Er zijn vast wel mensen die de beta spelen. How to buy a ticket. How to sell a ticket in the bus. Ik ga hem inhalen. We hebben hier twee bloedirritante wijven voor de buschauffeur staan. Kijk, dit is een... Volgens mij is het een Skoda, is dat. Ja. En dat mag niet. Je mag niet bij de chauffeur blijven staan. Dat is verboden by law. Ja, helemaal. Vanwege de veiligheid. Ze hebben ook helemaal geen mondkapje op. Nee, ook nog eens. Ze hebben geen mondkapje op. Er zit geen spatscherm over. Het is levensgevaarlijk, dit. Nou, daar staan wel mensen bij de halte, maar die hebben we niet nodig. Dat is niet onze halte. Heb ik diegene al ingehaald die naast me zat? Denk het wel, hè? Oh, wat gebeurt er allemaal? Geen idee. We mogen weer. Ja, kijk, ook wel de busbaan, hè? Busbaantje. Jezus, dat was wel een heel krap busbaantje, hoor. Er komt een halt aan! Ja, er komt een halt aan! Nog weer mensen bij. Oké, mensen! De Brusselstrasse, daar gaan we weer drie mensen. Oh mijn god, hoe gaat het er nog allemaal in? Goedemorgens! Staat mijn shit uit? Nee. Ik sta in neutral, juist. Zij zijn er binnen. Guten Tag! En begin hallo. Weiter. Vrouw oh, die man... Nee, die man... Oh, maar mensen willen ook uitstappen natuurlijk. Ja? Is dat zo? Dat weet ik niet. Dat gaan we nu zien. Nee, want dan had je... Ping! Gehoord. Kijk, die mevrouw maar die zit een beetje met die telefoon of met de pomp van... Hallo! Okay. Ik möchte eine Karte kaufen. Tschüss! Tschüss! Grüß Gotti! Und wir gehen weiter in der Berlin mit dem Bus. Aber ich weiß nicht, wie die Bus müssen starten, ja bitte. Meine Scania. Gib Gas, Mann. Ja, das will ich doch. Los. Jetzt geht's los. Was zijn mijn deuren nog open? Ja, je deuren staan gewoon nog open. Hoppakee. Ja, daar gaan we hoor. Maar als ik... Ja? Ga je omhoog? Met hydraulisch? Nou zit je in de ride mode. Nu kan je rijden. Daar gaan we weer. Slijm me dood. Ik snap geen rol. Maar voel je al een... Het was mijn route. Serieus? Oh mijn god. Nee, niet. Oh, je weet niet meer hoe je moet rijden. Oh, je moet nog heel veel haltes, maar... Hey! Ja, je moet gewoon rechtdoor. Nee, ik heb deze gemist. Hoe kan het nou?
Die busstop heb je gedaan in Brusselenstrasse. Dat was goed. Die heb je ik snap dat die... Maar je moet nu doorrijden naar de volgende. Oké. Alleen hij geeft even niet meer de richting aan. Doei. Dat is groen, dat is goed. Oh mijn god, je moet rechtdoor en dan moet je op een gegeven moment naar rechts. Nou, ik hou wel even de route van je in de gaten. Dat, in het begin staat er ook altijd een mannetje bij. Dit is wel een gezellige buurt, zie ik nu al. Vraag me dan ook af of al die namen ook correct zijn. We gaan niet rechtdoor. We gaan inhalen. Ah ja, daar is hij. Ja, je gaf hem weer een tikkie, hoor. Inhalen toch, kom op. Ja, je hebt toch niet de grootte van je bus heb je nog niet helemaal in de pocket. Deze man liep trouwens dwars door een elektrische... Dat is een Mercedes. Ja. Dat is een taxi. Kijk, de man loopt wel heel rustig op straat. Kom op. Oh, daar gaat nog wel. Ja, daar gaan we weer. Ja, het is jammer dat we nu natuurlijk niet kunnen skippen naar de middag. Want dan weet je hoe druk het is. Ja, we kunnen wel skippen naar de middag. Doe eens even H. H. Nou, dat zou de hoorn moeten zijn. Ja, lekker hoor. Zo, ik zat vandaag in de bus. Er was ook maar iemand neergereden. Doodgereden. Okay, ja. Die dacht even rustig door rood te lopen. Ja, dat moet je niet doen met een bus. Met een gekke kop. Die kop je niet terug, hoor. Nee. Je gaat ook niet over het spad, over de voorkant heen. Dan ga je echt onder. Ja, aan naar links, dames en heren. En daar komt zo'n halte aan. Daar is weer een halte, dames en heren. Twee lieftallige dames. Twee Fräulein. En een Herr. Steen zu warten. Hup. Und ich hoffe, dass sie die Karte schon gekauft haben oder ein Abonnement besitzen. Guten Tag! Hoppakee, loop er gewoon dwars doorheen. Het is dezelfde vrouw. Twee keer dezelfde vrouw kwam binnen, maar dat maakt niet uit. Goed, in ieder geval deze mevrouw blijft wachten. Uiteindelijk zal ze ook wel weer uit moeten stappen, maar we gaan gewoon weer verder. Deurtje dicht. Maar voel jij nu al warme gevoelens voor het vak van de buschauffeur? Even kijken. Het ligt, ik zou namelijk best buschauffeur kunnen zijn als ik überhaupt zou kunnen rijden in een dorp. In een landelijke omgeving waar je kan rijden. Maar in Amsterdam lijkt me vreselijk. Nee, alleen maar stoplichten. Nee. Terp. Daar gaan we weer. Maar, of zou je dan liever vrachtwagenchauffeur willen zijn? Ik pak even twee. Dan buschauffeur. Buschauffeur gewoon. De challenge van in de stad rijden. En dan gewoon lekker buschauffeur in Muiden. Gewoon. Ja. Dat is een makkelijke route, hoor. Ja, nee. Muiden is één halte. Iedereen kent je. Zijn het vaak dezelfde chauffeurs? Het is de lijn die tussen Amsterdam en Almere gaat. Ja. Muiden zit er precies tussenin. Wat chill is voor mij. Nou, hup. Ik moet eerlijk zeggen, voor een independent game vind ik het indrukwekkend hoe ze die hele stad hebben nagemaakt. Ja. Zeker. Ik ben benieuwd of we ook nog wat van die echte landmarks gaan zien. Ja, even een kleine drag race. Kleine drag race. Kleine drag race. We trekken hem eruit. Dan gaan we weer. Het zijn niet echt de breedste. Oh, wacht, het is fietspad. Ja. Sorry. Ik vind dit ook wel een game voor Jelle. Hij kan hier... Ja, je kan niet exploren. En groen. Je kan niet exploren. Hij was precies... Ja, dit is sowieso een game voor Jelle. Je kan natuurlijk exploren. Hier is het ook groen. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet een vaste route leiden. En hij houdt niet van vaste routes. Kijk, we gaan 71. Oeh, dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet, want dan kom je te vroeg aan. Oh ja, dat is natuurlijk ook... Dat is een probleem. En dan kom je te vroeg aan en dan moet je wachten. Logisch. Oh, jezus. Waar is het geel gebleven, jongens? Ja, rechts. Ah, oké. Okay. Oh, was dat iemand die wilde dat ik stop? Dat was inderdaad een stop. Er gaat straks iemand uitstappen, dames en heren. Kun je al in je achteruitkijkspiegel zien? Even omhoog, omhoog. Ja, er staat niet echt iemand nu al. Gezellig, hè, zo. Ik hou van bussen in de ochtend. Is dat lekker rustig? Iedereen is nog een beetje brak, weet je wel. Niet babbelen, geen geoude hoer. En dan 's middags is het altijd een stuk drukker. Stressende, klagende mensen. Ja, en middelbare scholieren en kinderen in bussen. Vind ik ook niet leuk. Een lijn waar ook middelbare scholieren en scholieren in zitten is altijd gekkenhuis. De ergste bussen zijn die van rond 6 uur, want dan gaan mensen eten meenemen. De bus. Oh ja, het is ook vervelend. Dan patat of KFC. Of, ik ben geen busliefhebber. Julia's. Ik doe het liefst met de trein. Ja. Dan gaan we weer. Oh, dit is een heel clean bochtje. Lekker bochtje hoor. Dan gaan we hier alweer vrij snel naar links. Klik, klak, klik, klak. Geef je ook aanwijzingen? Ja, ja. Oh, lekker hoor, lekker hoor. Stoepje mee pakken, al van. Dan gaan we gewoon weer naar rechts. Of gaan we rechtdoor? Kijk, kijk, kijk. Daar komt de halt aan. Kijk, hier ook even richting aangeven. Yes. Dames en heren. Dames en heren, we zijn daar. Herzlich willkommen.
Het is lekker weer buiten. Dat een mevrouw in een hempie. Het is in de zomer, daar gaan we. Gaan er nu ook mensen uit? Stop hier. Gaan we weer. Deur open. Ja, er is iemand naar buiten gegaan. Kijk, twee, drie. Drie mensen naar buiten, dames en heren. Ik ben, nog steeds hier. Ja, dit is irritant, hè? Heel fijn. Ja. Nee. Het is weird. Maar ik vind dat je ver komt al, hoor. Ik weet niet... Kijk, lukt het... We zitten nu op een half uur, maar lukt het om de hele route uit te rijden? Hoe ver moet je nog? Nee, joh. Nee? Moet je nog echt een pokken end? Nou, we doen nog even één halt. Ah, dan gaan we scheuren. Gaan we even één halt doen? Hup, door rood. Ik ben namelijk ook benieuwd wat er gebeurt als je gewoon op een gegeven moment... We doen één halt en daarna gaan we gewoon afslaan. Gaan we een hele andere route nemen en kijken of het spel dan zegt dat dat niet de bedoeling is. Kijk, er komt trouwens een mooie kerk aan, zie ik. Het nadeel van Berlijn is natuurlijk wel dat het plat gebombardeerd. Dus... Zullen we gewoon even kijken naar die kerk in plaats van naar een halt? Ja. Het is een mooie kerk. Terwijl we hier met 80... We rijden met 80 door de stad. Dat kan nu. Oeh, sikke kerk. Oeh, pas op. Oh! Staat die mevrouw nog steeds gewoon? Relax te kijken. Niks aan de hand met die dames. Hey, op de telefoon nog wel, hè? Ja. Gewoon... Oké, helemaal realistisch is de game niet. Nee, in development, maar, not final staat. Is not final, inderdaad. Die dames hadden echt dwars door het vooruitje moeten vliegen. Ik hoor gewoon, we built the city on rock and roll. We built this city. Ja, je hebt een radio als het goed is, hoor. Ik ben ook zo benieuwd of alles aan de zijkant, of dat allemaal verschillende zaakjes zijn. Of dat ze gewoon... Kindergarten City. Auto's, een hummertje. Potsdammerplatz. Potsdammerplatz, dat is wel een bekende ding hoor. Hauptbahnhof in 9800 nog wat meter. Goed. Sorry mensen, ik was te druk met de muziek. Ja. Het werkt. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Kijk, dit is natuurlijk niet game. Het is een simulatie. Ik bedoel, jij houdt van flight sim. Dit is natuurlijk een andere manier van flight sim. Alleen met een bus. Ja. En kaartjes verkopen en alles erop en aan. Vind je dit dan te beperkt? Je moet hier gewoon echt een bus vriend. Nee? Nee. Het is wel een soort van chill. Gewoon lekker je route doen. Ik hoor Boris nu al zeggen van... Wow, ik moet hier een stuurtje voor hebben en ik ga het wel spelen met een joint in mijn bek. Ja, dat bedoel ik. Gewoon heel relaxed. Gewoon alsmaar gewoon busje 51, die route nemen. En busje 40, doe je die route. Ja, het is voor mij... ik heb niet zo heel veel met bussen. Maar het is wel... Ik zie de lol ervan in. Ik zie de simulatie natuurlijk ook wel. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit soort dingen gewoon gebruikt worden voor buschauffeurs. Om routes te leren kennen en om gewoon... Dat zou heel goed kunnen, ja. Alles zit er gewoon wat dat betreft in. Dat is knap gedaan. Oh, kijk, hier kan je dus niet meer verder rijden, denk ik. In development. Ja. Boom. Afgelopen. Nou, wat een mooi einde van deze Let's Play, jongens. Nou, Daan weet in ieder geval, als het niks wordt met editen en film en video... Dan wordt het in ieder geval geen buschauffeur. Dan wordt het in ieder geval geen buschauffeur.